Hey mij. Welkom bij een nieuw verhaal. Ja, Nicky is zo vervelend, hij moet mij drie dagen missen. Oh, dat vindt hij erg. Oh, zie mijn blik. Ik ga zoveel leuke dingen doen dit weekend, hè. Alleen maar leuke dingen. Jij gaat alleen maar uit eten, ja. Ja, daarom, alleen maar leuke dingen. Ik heb borreltjes, uit eten. Wat zal ik met die aan missen? Nou ja, dit is dus hoe onze eerste Valentijnsdag samen is. Echt liefdespot eraf, dat zie je. Ik ga met papa vandaag op stap. Nou, niet zomaar vandaag. Ik ga 3 dagen naar België, naar Kortrijk. Want daar is de One Up Conference en de Belgium Gay Awards. En Nicky laat ik lekker thuis, want die is vervelend geweest. Dus die heeft straf. Nee, dat is zin. Ja, hoor. Maar... ik dacht, leuk moment om te vloggen, dus dat ga ik ook doen. Ik ben nu mijn tassen aan het klaarzetten, het is bijna ingepakt. En dan ga ik naar mijn papa toe. Die is vast veel leuker dan Nicky op de vlog. Ben je toch een draak? Heb je allemaal een zelfstandig? Hoezo? Ja, door de stoel gedrag gewoon eens. Ik ben inmiddels bij mijn papa. En mijn mama ook trouwens, maar die gaat niet mee. En ik heb deze jas heb ik in Antwerpen gekocht. Dus dat is ook weer Belgisch. En ik was vergeten dat ik die had. En het is nu zo mooi weer dat ik dacht, ik trek deze weer aan. Maar goed, daarvoor ging ik niet de vlog starten. Ik ben dus bij papa. En we gaan nu richting Kortrijk, wat volgens mij 2,5 uur rijden is. Dus dat is best een eind rijden. Dus we gaan beginnen aan onze tour de België. Oh my baby, can we stay in nature? So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. Zo, we zijn aangekomen in België in het hotel. We zitten in het Parkhotel in Kortrijk. En dit is de kamer. Dus ja, aan deze kant slaap ik. En aan die kant papa. En we hebben een 2-persoons bed met z'n tweeën. Dus dat is knus. En dan het uitzicht vanaf het balkon is op het treinstation. En ja, dit is de kamer. Gewoon prima kamer, denk ik zo. Spiegeltje, televisietje. Daar is de badkamer. Papa is even op het toilet. Tijd om de wellness en het zwembad even uit te testen. Want we hebben wat uurtjes die we op kunnen vullen. Ik verwacht alleen niet dat ik dat kan filmen. Want dat wordt nooit zo gewaardeerd in zwembaden en zo. Dus ik zie jullie weer na het zwemmen en het wellnessen. Want het is nu rond de uur 5. En ik moet om 8 uur ergens zijn. Dus we hebben 3 uur om op te vullen. Dus alle tijd van de wereld om te chillen. Dus dat gaan we nu lekker doen. Nou, ik was druk bezig met een app op mijn vaders telefoon te zetten. Maps.me. Daar kun je een plattegrond downloaden. Zodat je offline gewoon maps hebt. Want papa heeft geen internet buiten het hotel. En terwijl ik dat aan het doen was, was papa zijn tas aan het uitpakken. En er zitten allemaal lekkere dingen in van mama. Ze heeft een kaartje erbij. Lekker ontspannen, lekker douchen. En dan hebben we showerbombs gekregen. Not sleepy showerbomb. En dit is de sleepy showerbomb. Vet leuk. En ook nog snoepjes, toch pap? Papa? Ook nog snoep, toch? Ja. Laat zien. Dropveters, altijd lekker. Mijn favoriete. En aardbeiveters, ook lekker. En cashew. Oh, en cashewnoten. Dus mama is niet mee, maar ze heeft ons al wel verwend. En dit is het kaartje. Oh, ik wil op de... Dag lieve kijkbuiskinderen, een zonnige dag gewenst. Tini en Mathia, veel plezier, fijne dagen en lekker douchen. Veel te lief weer, mama. Voel ze toch een beetje als Valentijn. Mm-hmm. Oh, maar ze zit echt in de pluffstand. Morgen douchen. Maar goed, we gaan op pad voor het diner.
Als je mij goed kent, dan weet je dat ik altijd overal veel te vroeg kom. Nee, ik hou gewoon echt niet van te laat komen, dus ik ben vaak te vroeg. En zo ook nu. Dus we hebben het diner met alle sprekers die gaan spreken op de One-Up Conference en alle juryleden van de Belgium Game Awards. Dus vandaar dat ik ook uitgenodigd ben voor dit etentje. Hier kan ik een mooi plekje uitzoeken voor mezelf. Dus ik ga hier mooi bij het raam zitten. Lekker uitzicht op het water. En helemaal top. Ik vind het altijd lastig om een beetje in het midden te zitten. Helemaal als het in een groep is die ik niet ken. Sorry van de muziek. Copyright claim. Ja, ik ga gewoon mijn vlogcamera weg doen. Ik hoop dat ik nog wat kan vloggen van deze, van dit diner. Mijn vader die gaat trouwens pizza eten op de hotelkamer. En die vermaakt zich heel veel. Maar die wilde hier niet, ja. Het was niet helemaal de bedoeling dat ik iemand meenam hier naartoe. Naar deze diner. Dus vandaar dat ik hier alleen ga. Maar mijn vader die vermaakt zich wel. Goedemorgen, het is vandaag 15 februari, vrijdag. En vandaag begint de conference en de expo. En we beginnen vandaag met ontbijt. Ontbijtje zit erop en nu gaan wij eens eventjes rondlopen in Kortrijk. Kijken hoe mooi dit stadje is. En ik neem jullie weer mee. Nou hebben we Kortrijk gezien en nu gaan we naar de expo, naar de One Up Conference and Expo met de shuttlebus, dus daar gaan we nu heen. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy, won't you bend that back for me, we won't stop, got your feet both locked, you get to fly with me, I can take you down for a ride, take you around my life, jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know.
gamer. Met die andere moet je lopen, papa. En schieten. Andere. Ja, die. Ja, die hoort bij jou. Zo, heb ik een klein beetje laten zien van de expo. We zijn inmiddels weer terug in het hotel. En ik ga even sporten. Dus ik heb mijn sportkleding aangetrokken. En ik voel me een beetje moe. Dus vaak als ik dan even sport, dan voel ik me daarna beter. Dus ik ben heel benieuwd of dat vandaag ook het geval zal zijn. Ik heb een nieuw trainingsschema gekregen van Luno. Dus die ga ik vandaag uitproberen als de apparaten er allemaal zijn. Dan kunnen we er weer tegenaan vandaag. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. We zijn weer helemaal rood uit de sportschool. En nu gaan we even douchen. En dan ga ik mijn kleren voor vanavond klaarleggen. Het lijkt wel een begrafenis. Helemaal in het zwart. Maar goed. De leren jurk. Het wordt weer tijd. Het is weer mooi. Eventjes mag ik even een moment of silence voor de maatje 34. Ja. Het is het enige item wat maatje 34 is hoor. In mijn kast. De rest is allemaal groter en dikker. En we puilen een beetje uit. Maar deze valt denk ik groot of zo. Weet je wat mooi is van deze jurk? Dat is echt heel apart. Als ik zo doe, dan is het echt zo. Kijk, magic dress. Ik zie nu ook dat ik een beetje minder maatje 34 ben dan dat ik was. Maar we passen erin. Dus we zijn helemaal klaar. Papa, kan je even laten zien hoe mijn jurk eruit ziet? Mooi hoor! Ja?